In de stad is er enorm veel te beleven. Van kijken naar beestjes tot het ineentimmeren van je wildste ideeën en alles daartussen. De Gentse Congé is zeer gewild. En zeker met al dat jong geweld. Geloof mij, het wordt geweldig. Lola! Hebben jullie Lola gezien? Ja, net daar als je voorbij het speelpleintje gaat, daar hebben we... Oké, merci hè. Lola! Is dat nu Lola? Nee, dat is Vlekje. Dat is onze melkgeit. Nou, ja, vindt ze dat plezant? Ja. Als die kleintjes zelf in staat zijn om gras te eten en korreltjes te eten, dan moeten wij ze melken. Mm. Wil je een keer proberen melken? Ja. Oeh, dat is speciaal. Ja. Zo weg. Echt speciaal. Lola zit daar. We gaan Vlekje terug doen en dan gaan we een keer naar Lola. Hè? Merci, hè, Vlekje. Dat is ongelooflijk, hè? Juist wat dat ziet is een eitje. Als je dat doorgeeft. En wat? Hoe oud is ze? Zij is een jaar en een half. Zij wordt 4 oktober op dierendag, wordt ze 2 jaar. Het is een weegschaal. Ja. Schoonheid en harmonie, hè, voor jou. Oh, kijk, ze zit in een andere knop, voilà. Je kunt met Lola praten, maar je kunt er ook loopwedstrijdjes mee doen. Ik ga dan een keer proberen. En Lola? 3, 2, 1. Ga! Lola! Ik ben er niet helemaal van overtuigd, maar het schijnt dat Lola gewonnen is. Dus ze krijgt een beloning. Lola? Kijk erin. Leer op een speelse manier alles over de natuur, het milieu en het leven op de schoolhoeve de campagne. En vergeet vooral niet te reserveren, want deze zomer is dat wel nodig. En nu ga ik naar een bouwspeelplaats. Daskunst. Wat zei jij aan het maken? Ik ben een tekentafel aan het maken. Zou je dat later willen doen? Nou, dat weet ik eigenlijk. Nee? En kan ik iets doen? Kan ik jou? Ik zou zeggen zacht. Oh, sorry. Ben scheef aan het snijden. Nee? Valt mee. Ah, valt mee. Die materiaal, je weet hoe je daarmee moet werken. Met dit? Ja. Ja, je gebruikt dat? Ja. Ik vind dat ze wel goed bezig zijn. Amai. Dat is veel te duidelijk. Dat doe ik graag, hè. Scherp. Voilà, daar heb ik ook weer aan gedaan. Krijg je soms van hoe goed dan ze zijn? Ja, maar dat is niet schrikken. Dat is eerder verrast zijn of een beetje verwonderd zelf. Van, ja, vriend, heeft dat wel goed gevonden. Of een hoek maak je zo. Maar als er een kind iets anders vindt voor een hoek te maken, denkt hij, ja, dat is nice gevonden. Van al dat bouwen, ik ben daar wel een beetje moe van geworden. Zou het mij geloven? Tijd om te relaxen. Dat is een mooie.